Hallo, hier Link 2155. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Darksiders 3. Wat is de vorige keer gebeurd? Nou, we hebben even een gezellig wandelingetje door de Hollowland gemaakt van... terwijl door de Bowenland met Hollow Engelen. Zover hebben wij de paden weer een beetje vrijgemaakt. We gaan vandaag daar... de kapotte snelweg op. We hebben een onverwachte tentakel. Hebben we dus ook nog eens gezien. Ja, we kijken als we vandaag bij de bosfight kunnen komen. De pad is in ieder geval gecreëerd om daarheen te kunnen. Nou, we hebben nog genoeg materiaal. Ik weet mijn god eigenlijk niet wat dit is. Gaan we gewoon uitproberen. Zie wel wat het wordt. Kan natuurlijk ook gewoon even in de beschrijving lezen. Ik ga hem gewoon nu gebruiken. Zien wat het wordt. Ik zit in de... Hallo. Oeh. Deze jongeman die smeerde hem. Nou, die heeft hij in het gifwater ook wel gevonden, zie ik. Daar kunnen komen. Lijkt me een beetje een onmogelijke taak. Goed, gaan we zeker ook niet op gokken. Wij gaan gewoon lekker deze kant op. Hop, hop. Yep. Blijf gewoon leuk op die auto springen. Hallo. Considering the way you carry on. Waren dit de enige? Ik zat er nog vier lopen. Of ben je nou... Maar er zijn nog wel daar twee bomen. Is that the ship Usile sent us for? It would seem. Die doet ook niet meer mee. Voor nu. Engeltjes in de boom. Nee, geen engeltjes in de boom. Ik kan me vast wel uitleggen wat die blauwe zijn.
Hadden vandaag de... Als ik het er zo uit maak... Dat is voor tegen je verdediging. Oké. Dan doe je shot. Okay, that was. Farewell for now. Please, no. Please, no. Please, no. For what? Help, please. Oh, there is another one. Hello. Oh, dat weet ik niet. Ik ben er nog niet doorheen geweest. Nu zijn we hier. Ja, dan zijn buddy. Blauw kool uit. Jij in één keer wegkomt, ik weet het niet, maar jij komt er in ieder geval wel. Ja. Kom hier met mijn zuurverdiende zieltjes. Dat zou ze gebruiken. Kijks. Oké, die komt volgens mij verkeerd terug.
Wat gaat er nou zijn? Nee. Ouch. Nee, deze plek ziet er wel aardig bekend uit. U bent voor mij al eerder geweest. What would you ask of this? Please take your time. Ja, zie je wel, hier zijn we festering pools, zijn we wel eerder geweest. As you wish. This will be fun for both of us. Ja, doe gewoon. Hoppakee. As you wish. Blijf jij nou wel bellen staan of ben je nou zo blond? Oh. Volgens mij komen we een keer van boven af daar. Dus we gaan gewoon deze weg even volgen. Holy shit! No, in fact your shrieking clearly acts as a lullaby. Yes. Sarcasm. Which of you is worse, I wonder? Dat zou ik wel over mogen zeggen. Ik moet zeggen, het effect was in ieder geval goed, want ik was er niet op voorbereid. Even boven hangen, kan je wel vertellen. Ik denk dat we dat van de andere kant moeten doen. Hop. Wat? Nou, dan gaan we nog even één keer proberen. Dang it. Deze kant kunnen we. Hoppa. Ik kan wel, printer. Dang het. Ja, maar blokken jam. Doo 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 doo.
Oh, die stond hier van dat dus ook gedaan. Dat mag hier. Oké. Hallo, buddy. We zijn zo aan de beurt, jongens. Hier zijn we van mijn maat af. We hebben nog pak. Hoi! Was al onderweg. One could have changed since our last encounter. Hello, buddy. What would you ask of this humble merchant? Well, there, whatever. Take your time. For now, over there. Scream, Osman.
particularly lusty location, is it? Have you learned nothing? Appearances can be deceiving. Besides, lust never appears as expected. What exactly did you mean by that? The notion of sin is one thing, the concept of lust is something else entirely. Especially humanity's concept of lust. I see. As in, a lust for... You name it. The humans have quite the imagination. Lust is everything to everyone. That's what makes lust dangerous. Too dangerous, mistress? No such thing. Een verder paardje dat nou, we zullen nu maar niet lopen. Ik ben zo short dat ik ook weer mijn juist. We hebben nooit wanneer die nodig is. Can you guess what I lust after? In this broken world, what is left to want? Power. I always thought you were the smart one. Pity. To what do I owe this distinct pleasure? After all, to be visited by a fabled horseman. I have but one purpose here. Must we engage in violence? You already have my respect. I have no interest in your respect. Just your head. Come now, Fury. I am no barbarian like the others. No, we need not meet as enemies a second time. Tell it to the Charred Council. They aren't here. So instead, I tell you, Queen of the Horsemen, powerful, armed with the Flame Hollow, a crossblade, your fabled whip. I am above your distractions, lust. Really? The truth is often distracting and one lives a lie. You speak as though we are natural enemies. Why must this be so? I know my role in the universe. I wonder if you've ever stopped to question yours. You are a horseman. But why did you make that choice? And if so, was there some reasoning behind it? Shut up and... You don't even know why you fight, do you? Do you fight for your brothers? Oh, of course not. Your antagonism towards them is well known. Do you seek to achieve some sort of balance? Oh, you never believed in the greater good until it suited you. No, no, no. What I see in your actions is a lust all your own. A lust for power and privilege and protection from the Nephilim's inevitable fall. Ultimately, that makes us allies, doesn't it? Stand down, Fury. Death, what are you, all of you, doing here? Are we not four horsemen united?
We are here to confirm that the mission is complete. The mission. The other sins have been destroyed by my hand. Death worked to free War and clear his name. More importantly, we have exposed a great conspiracy. What conspiracy? Heaven and Hell working in secret consort to bring about the apocalypse earlier than anyone would wish for. The Charred Council has dispatched us, together, to wreak havoc on both sides. Balance will be restored. The wicked will be punished. You mean all of this? We are to unseat the rulers of both sides. And in honor of your unwavering loyalty to the cause, the Council has decreed that you will lead the Horsemen. You, Fury, will usher in a new age on Earth. Of course. Finally, everything makes some sort of divine sense. It does? Mistress, is this not everything you wanted? Finally come to you. Set aside the past, sister. Today, we live in service to you. I will be done. This is not real! What? Oh, it was worth a shot. You think you know me so well? Is it not what you want most? The power to lead in the manner you see fit. What was an illusion could soon be reality. If you set aside the wants of others and focus on yourself, ultimately, it is your choice to make. So choose. You should not have made them kneel! Wasting time with demons and men. Do you really want to prove your power? Stand with me and adore you. Stop wasting time. You flatter. I'll see you dead, Lust. Never to rise again! We had a deal! Stand down! Now why would he do that? When he knows a deal with you isn't half as appealing as a deal with me. Don't listen! I can return your sweet little angels to their former glory. Yes, if you just protect me from this terrible woman. Lucille! And won't it be glorious when you march back to the gates of heaven with your numbers restored? Shut up! And restore truth right back to that befouled place. Your truth, Archangel, you see. Your command. Wouldn't that be lovely? The Seventh Legion. Alive and whole. Restoring glory. Our deal is revoked. No, Lucille! Won't this be fun? Oh, nu is het nog wel, hè? Oh, dat was in mijn rug. Maar jij is in mijn goud. Oh, afstand.
one-time terribly generous offer of you. Why so? Or I will have no choice but to hit you. So who gave you the power to raise the dead? The one constant in the universe. Those who possess the most power inevitably crave more. Lust is everlasting. As for who? Know this. I was merely a pawn. A feeling you know all too well. Fury, the angels who killed your steed. Pawns as well. Then who? Tell me! The players in that game will reveal themselves in time. What if I reveal something even more valuable? Spare me, and I'll give up the location of my fellow sin. Envy. And why would you do that? What reason would I have to protect that sniveling coward? She has never experienced frontline combat. She has never experienced the horrors of war. She is the most pathetic of us. Get me to the edge of Haven, and what you want will be yours. An attractive offer. But I'm tired of your kind underestimating my intelligence. I'll find the rest of the sins by myself. At your core, you were just an endless void that could never be filled. How disappointing. Finish it! I am ready. I think not. Mistress! Lust's call to power is intoxicating. Even more so when one is fueled by grief. Usil's transgression can be forgiven. Once. I have a better understanding of what's happened to the Earth and what's at stake because of it. You're of no use to me, Ted. If we are to survive, all of us, alliances must be made. An alliance? With him? I don't know what to say. Say that you'll return the favor. I may soon need it. My word may hold no weight, but my life is yours, Fury. If I learn of any plotting against you, I will relay the information. Did I just witness mercy shown to a filthy angel? Just as soon have your head on a pike. Are you or are you not a watcher? Because you should know better. This quest we're on is about balance, in the world, and within me, it seems. Lust showed me what I could become. It is not what I want to be. And what do you want to be? I think that's what I'm here to find out. What do you want? Both you and I are painfully aware of the endless parade history inflicts upon us. Creatures so pathetically focused on one single purpose.
that these creatures are, ironically, completely devoid of meaning. Make your point, Lord of Hollows. It's just surprising. Refreshing to see something headed in the opposite direction. You are coming into a greater awareness of the flaws that kept you in chains. Flaws? Shall I list them? No, thank you. I've seen enough recently to know they are many. Which is exactly why I give you this. And by holding it, the raw power of Force itself is gone. It vibrates in my hand. I don't understand. When the time comes, you will know when and how to use it. No, not yet! Goed, we zijn weer terug op aarde met een nieuwe graaf, zo te zien. Kijk, mooie hamer erbij, kunnen we weer lekker mappen. Kun je even terugkomen, vriend? Nou, dat denk jij wel niet, om meteen weer weg te gaan. Nou, hij heeft geen commentaar momenteel. Nou, dat is dus ook wel weer leuk. Nou, we gaan ook niks opkopen. Ja. Daar hebben we wel iets wat, wat erop lijkt. Oh, ik durf maar. Ah, even. 1, 2, hoppa. Ik geloof dat. Dat denk ik ook wel. Goed. Nu we dat dus gehad hebben. Ja. Interessant stukje. Wij gaan bij de volgende aflevering gaan wij even een poosje op expeditie. We hebben al drie graven, zoals we allemaal kunnen zien. Nou, die andere graven zullen wij ook nog wel in de gaten krijgen wat er allemaal gebeurt. En ja, ik hoop natuurlijk dat jullie ook weer hebben kunnen laten genieten van Darksiders 3 vandaag. En zo ja, dan zou ik vriendelijk willen vragen of een op het duimpje te drukken. Of op het duimpje omlaag, mocht je het niet zo leuk vinden. Eventueel een leuke beschrijving erbij van wat jullie van deze aflevering gevonden hebben. En wat jullie misschien nog vinden wat ik moet verbeteren. Deel het desnoods met je vrienden, vriendinnen die, of kennissen, weet je veel, wie je het wilt delen. Die waarschijnlijk vast zijn, een beetje vast komen te zitten in Darksiders 3. Dan ja, is dit een filmpje dat goed te beschrijven is voor mensen die vast komen te zitten. Waar ze heen moeten, wat ze willen moeten doen. Wil je meer filmpjes van Darksiders 3 van mij zien? Dan zou ik ze zeggen, druk op abonneren. Is geheel gratis. Desnoods druk op het belletje en je zult geen aflevering meer van mij missen. Link 2155 gaan we deze weer afsluiten. En tot de volgende keer in een nieuwe aflevering van Darksiders 3.